Ja, jong, dat werkt gewoon. Let. Inderdaad, waarom zou ik naar de fitness gaan als ik hier een fitnessdoelstel heb? This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Een hele goede morgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. En zoals dat jullie zien, ben ik weer klaar om te vertrekken. Waar ga ik vandaag naartoe? Ik ga vandaag naar Rotselaar. En wat ga ik in Rotselaar precies doen? Dat ga ik nu nog niet verklappen. Ik zou zeggen, blijven kijken. Ik ben met een fiets aan de sportoase gekomen van Ter Heide in Rotselaar. Nu ga ik een zwembadje doen. Daarna ga ik een wandelingsje maken rond dit domein. Dus ik zie jullie zo meteen terug. Oké, dus ik laat mijn fiets daar staan aan de sportoase van Rotselaar. Naar schijnt, als ik hier ga wandelen, maak ik zo een hele tour rond de vijver. En hier is het openluchtzwembad. Ik kan het jullie nu niet laten zien, maar misschien dat ik ze straks of zo kan laten zien. Aan die kant heb je het openluchtzwembad. Dus je hebt daar zo gras en zo een strand en dan heb je water. Maar ik kan het niet laten zien, want het is overal afgesloten. Jammer genoeg. Nu ga ik een beetje wandelen rond het park en ergens een plaatje zoeken waar ik op mijn gemak kan eten, picknicken, want dat doen we ook wel eens graag. Ik kan jullie verzekeren, lieve mensen, als je zo gaat zwemmen, dat voelt goed aan, ze aan je lichaam. Al je stress is weg, je voelt je wat meer ontspannen, dat voelt echt goed. En daarna voel je ook moe en ik heb toch wel ook een beetje honger gekregen. Dus, maar ja, ik moet een plaats zoeken om te eten en ik weet ook niet goed waar. Ik ben hier onbekend. Het is een heel mooi park. Ik moet eerlijk toegeven, het is hier heel rustig in deze park. Ja, sorry dat jullie mij zo zien met mijn haar vast. Maar als mijn haar nat is en ik heb geen haardroger of niks of geen steltang, dan doe ik mijn haar altijd vast omdat mijn haar op niks trekt. Gewoonweg. Maar ik trek helemaal op niks, dus het maakt niet uit. Het is een heel groot domein, maar... Goh, ik vind het eigenlijk zo jammer dat dat openluchtzwembad eigenlijk afgemaakt is door hekken en bomen en struiken. Want het ziet er een heel groot vijver uit, of een meer uit, of hoe je dat ook zegt. Je hebt daar zo een strand waar je op kunt gaan liggen, precies alsof er geen Blankenberg ligt, zo aan de zee. Het zwemmen op zich heeft heel veel deugd gedaan. Weet je, als je zo gaat zwemmen, hè, zo een half uur of een uur, je spieren worden zo heel rustig. Uw hoofd wordt heel rustig. Alles wordt zo heel gerelaxed zo van uw lichaam. En dat voelt soms zo goed aan. Allee, soms voelt altijd goed aan, Katja. Da. Nee, dat voelt echt heel goed aan. Ik raad het zeker aan iedereen om te gaan zwemmen. Ah, wacht, hier zie je misschien. Maar nee, die bomen staan ervoor, hè. Hierachter is een hele grote vijver en daar mogen we blijkbaar wel in zwemmen. Natuurlijk, je hebt maar een bepaalde... Ja, dus pak nu dat die vijver heel groot is. Je hebt maar een bepaalde tot waar je mag zwemmen eigenlijk. Eigenlijk is dat leuk voor als het heel warm is. Nu, op het moment is het niet zo warm. Raar maar waar, het is al 20 augustus of 21 augustus en Normaal gezien voor de maand augustus zou het toch moeten redelijk warm zijn, denk ik, maar het is niet echt zo warm, zo. Zoals dat jullie weten, ben ik ook aan het twijfelen om zo naar de fitness te gaan. Maar er zijn eigenlijk heel veel mensen die tegen mij zeggen van, Katja, je moet dat eigenlijk niet doen, de fitness, want uiteindelijk, hè, er zijn zoveel dingen dat je eigenlijk dus gratis kunt doen. En waarom zouden dan naar de fitness gaan en zoveel geld betalen, terwijl je heel veel van die gratis dingen kunt doen en ook leuke dingen doen. Zoals wandelen, zoals fietsen, zoals gaan zwemmen bijvoorbeeld. En zwemmen, dat kost nu niet veel, want hier was dat maar iets van een 3 euro of zo. Dat is nu niet veel, 3 euro. En ik denk, in Leuven is het 5 euro, denk ik. Dus dat is echt niet veel. Dus... Ik denk later dat ik me ook zo een abonnement of zo gaan kopen voor te zwemmen. Of ja, of misschien gewoon zo een 10 beurtenkaart. Want dat kun je blijkbaar hier ook doen, een 10 beurtenkaart kopen. En dan ja, kun je ook gaan zwemmen wanneer dat je wilt natuurlijk. Hè. Oh, wel, dat zwemmen heeft echt goed gedaan, zijn mensen. Ik wist niet dat zwemmen zo deugd kon doen. Dat verandert je leven gewoon. Oh my god. Dus als je gestresseerd voelt, één goede tip dat ik je geef is, ga zwemmen. Het ontspant je lichaam, het is echt heel goed voor alles. Amai zeg.
Als ik nu nog eens een tafeltje vond, mijn stoel, dan kon ik daar gaan zitten en dan kon ik eens iets eten. Ik heb mijn boterhammetjes meegepakt, dus ja, ik kan gewoon gezellig iets eten. Maar ja, ben je gezien dat hier geen tafeltje is of geen stoeltje, zal ik niet moeten eten hier. Ah, hier heb je ook nog een vijver. Ah, hoort dat er ook niet bij? Wacht, ik ga het jullie zo meteen laten zien, ze. Ah, deze is de achterkant van, dus van die vijver waar je in mocht zwemmen. Maar hierin mocht je niet zwemmen, omdat hier waarschijnlijk veel te diep is. Ah, en daar het strand dat ik bedoelde. Ik ga proberen in te zoomen, maar ik weet niet wat daar gaat lukken. En daar is een tafeltje met stoelen. Kan ik hier ook picknicken? Yay! Oké, ik ga het jullie laten zien hoe mooi dat hier is. Dus deze achterkant van dat park. Dus ik ben gaan zwemmen aan de voorkant, maar ik zit nu al aan de achterkant. Ik ga nu aan jullie laten zien hoe het eruit ziet. En het is echt heel prachtig. Ik hoop dat ik kan inzoomen, want het is heel groot. En ik weet niet of ik zo ver kan zoomen met deze camera. Deze is het zwemmannetje. Iedereen kun je ook gaan zwemmen. Dat is dan het openluchtzwembad van Rotselaar. Het is wel heel mooi hier, moet ik zeggen. Nu, je raadt het nooit. Hè. Ik ben daar juist pipi gaan doen. En ik moet terug pipi doen. Is dat nu van al dat water? Ik weet het niet. Maar oh, als ik water zie, ik moet altijd pipi doen. Maar hebben jullie dat eigenlijk ook zo? Als je veel in contact komt met water en zo, dat jullie ook zoveel moeten gaan pipi doen? Ik ken dat keihard, hè. Het is daarom ook dat ik ook geen water drink. 1, ik plus geen water. En 2, als ik veel water drink, amai. Dan moet ik om de 5 seconden naar het wc lopen om pipi te doen. Niet plezant, hè. Het is er wel heel mooi. Het is al de eerste keer dat ik hier kom. In Rotselaar, aan die domein. Het is echt mooi. Hier is een tafeltje en een stoeltje. En hier ga ik picknicken, hè, mannen. Ja, ik moet toch ook eten, hè? Het is 12 uur. De mensen moeten eten, hè. Zeggen, ik kunde nog sport doen ook, zie ik. Dat is wel interessant. Beenspieren. Allee, je kunt de benen in beweging houden. Kijk, hè. Dat is zo voor het fietsen, zo precies. Maar dat is eigenlijk voor je benen in beweging te blijven. Ik heb mijn boterhammetjes mee. En ik ga nu eerst eten, want ik heb honger. Eten in de natuur. Er is niks beter dan eten in de natuur. Na het zwemmen dan nog wel. Er zijn er wel veel lopers hier. Veel van die joggers. Ik vind dat eigenlijk niet zo leuk. Want dan eet ik niet zo graag. Maar ja, dat hoort erbij, mannetjes. Man, ik zie er echt niet uit zo, hè. Ik weet wat. Waarschijnlijk vinden jullie dat niet mooi, zo mijn haar in een staart. Ik vind dat zelf ook niet zo mooi. Maar ik doe dat altijd, weet je. Ik doe dat alleen zo als ik zo ga zwemmen en zo. Ik heb geen zin om dan nog eens mijn haar te drogen en dan nog eens met de stijltang erover te gaan. Weet je, dan is het eigenlijk gemakkelijk om mijn haar dan gewoon in een staart te doen. Trouwens, te veel met de stijltang in je haar gaan is ook niet goed, hè. Daar gaat trouwens uw haar helemaal kapot van. En spider op mijn arm. I don't love this shit, hè, man. Dat is ook zoiets, hè. Normaal ben ik... Oh my god. Normaal, ik zweer dullen, hè. Als ik normaal een spin zie, ook al is dat maar klein, oh my god, dan vlieg ik omhoog. Ik ben zo bang van spinnen. En heel veel mensen zeggen me ook zo, allee, maar Katja, je moet toch geen bang hebben van spinnen? En dan denk je, maar ja, zeg je, echt gewoon die echt poten alleen al. Ik vind dat kei vies, kei griezelig. Eeuw.
Nee, ja. Dat is niet van mij, zo. Het is er wel gezellig. Ja. Dat is restaurant Che Katia in Rotselaar. Ja, pas op. Mijn eigen restaurant hier, hè, mannetjes. Mijn eigen restaurant. Dat zwemmen, hè, dat ik nu gedaan heb, hè, dat is geleden van toen in de tijd dat ik nog meegedaan heb aan Big Brother. Daar hadden we een zwembad in Big Brother en daar kon ik gaan zwemmen. En sindsdien daarna ben ik nooit meer gaan zwemmen. Ah, jawel. Daarna ben ik nog even in Leuven gaan zwemmen. Samen met een paar vrienden van mij. Maar dat heeft ook niet lang geduurd, denk ik. En dan, ja, ik heb al meer dan 10 jaar niet meer gezwommen, denk ik, ondertussen. En nu ga ik terug zwemmen na 10 jaar. Katia, je bent goed bezig. Ik ben nog even aan het drinken. De Argrum Zero natuurlijk, want water, ik lust echt geen water. Goed bezig, Katia. Echt, je bent goed bezig. Ja, ja, ja. Ik ben fier op mezelf. Mannetjes, nu wil ik eens iets proberen. Hè. Dat ding hier, dat hier staat. Zou dat werken? We gaan eens proberen, hè. Ja, jong, dat werkt gewoon. Let's. Inderdaad, waarom zou ik naar de fitness gaan als ik hier een fitnesstoestel heb? Ja, mannetjes. Als ik wil fitnessen, dan kom ik gewoon weg naar hier. Waarom zou ik inderdaad veel geld geven aan een fitnesstoestel? Als ze gratis voor de rapen vallen. Oké, nu wandel ik gewoon zo richting terug naar mijn fiets. Ik hoop dat ik nog ergens naar het toilet kan gaan. Want ik moet dringend pipi doen. Oh my god. Wat een leven. Weet je, ik vind dat eigenlijk niet zo fijn dat in augustus zo koud is. Allee jong, normaal gezien zou het moeten kei warm zijn. Ze geven dat tegen het einde van de week is wel zo terug 26 tot 27 graden. Oké, maar kom aan, zeg, we hebben een hele maand augustus toch wel redelijk koud gehad. Zo. Veel te koud voor de tijd van het jaar. Om eerlijk te zijn. Wat is deze? Is hier misschien een toilet? Of is dat een huis? Gaan we eens kijken? Nee, we gaan niet kijken, want er zitten mensen. Oh my god, ik heb daar juist iets voor gehad. Iets heel gênants. Ik was bezig met mijn camera. Terwijl ik aan het wandelen was en ik was zo kei onnozel aan het doen en aan het dansen en zo. Maar dat ga ik nu niet laten zien, want ik heb mijn video moeten stoppen. Daar waren zo twee mensen die extra naar mij aan het kijken waren van... Wat is dat? Is die gek of zo geworden? Of staat die met een camera te dansen te doen? Ik ben gewoon zo, sorry. It's me, crazy time, you know? Die mensen gaan nu juist weg, heb ik gezien. Maar ja, die waren echt zo aan het kijken. Ze naar mij van, wat is die aan het doen, jongen? Niet normaal. Let mijn oren, zie. De zon schijnt er vannacht erop en ik kan gewoon zo door mijn oor zien. Ey, dat vind ik iets viezig. Een mens zit toch eigenlijk raar in elkaar, hè, mannen? Niet normaal. Allee, jong. Zie mijn oren. Je ziet echt zo die zon daar doorschijnen, zie. Ik ben zo aan het denken, zou je ook zo dat bloed zo zien stromen en zo? Hé, hey, Katia, shut up. Oké, okay. Maar alleen hier de keiveel banken genoeg en ik zit daar te zoeken achter een bank en een tafel. Hier is nog één. Zelfs met een vuilbak bij. Dus zouden we beter hier ook toiletten zetten. Ah, oké, okay. Ik wandel rustig. Ah, dat is een mooi plaats om te filmen, zeg mannetjes. Wacht even, hè. Ik kan jullie nog iets laten zien, zeg mannetjes. Dit is hier hoe mooi. Ah.
Hier kun je toch gewoon in duiken als je wilt, denk ik niet. Maar stel, wat ligt hier allemaal in dat water? Niet normaal. Daar is het strand. Ah, dat is voor te vissen hier waar ik op sta. Die man gaat vissen. Zie je? Okay, ik ben ondertussen te weten gekomen wat dat die houten dingen hier zijn. Dat zijn blijkbaar voor de mensen die gaan vissen. Die zetten hun stoelen neer en alles. En die beginnen hier gewoon te vissen in het water. Die was aan het vissen, denk ik. Of aan het slapen, dat kan ook. Niet normaal. Ik heb die er nog gewoon, toch gewoon. En hier liggen meisjes te zonnebaden in hun bikini. Dat hoort er ook bij, natuurlijk. Ik kan misschien beter hier met een vlog afsluiten. Dus als jullie deze video toch een leuke video vonden, doe alvast zeker een dikke vette duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En klik ook een belletje aan naast de abonneerknop om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video die ik post. Deel mijn video's ook met andere mensen en laat ook die mensen abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel erg terug morgen in een nieuwe vlog. Tot morgen. Daag.